Nederland focust zich zo graag op service-industrie en op consultancy en dat soort dingen. Maar als wij de maakindustrie weg laten glijden naar goedkope landen, dan is de kennis daarover is over 10, 20 jaar ook die kant op. En dan hebben wij niks meer te ontwerpen, niks meer raad te geven, niks meer consultancy. En dan is Nederland als industriële regio einde verhaal. Nederland is een wereldspeler op maritiem en offshore gebied. Er is één Nederlands bedrijf dat daarin een absolute voortrekkersrol vervult. Het bedrijf bouwt productieplatformen voor de offshore olie- en gasindustrie. En op volle zee worden deze platformen ook wereldwijd geïnstalleerd door hetzelfde bedrijf. Het bedrijf heeft een leidende positie, is vooraanstaand en toonaangevend. Het is succesvol en het boegbeeld van de Nederlandse maritieme en offshore industrie. Vandaag in Hollands Glorie, Heerema. Ja, Heerema is niet zo bekend in Nederland in zijn algemeenheid. Wij verkopen geen consumentenproduct. Als ik reclame ga maken, dan verkoop ik niet één platform meer. In de wereld die ons moet kennen, de olie- en gaswereld, de scheepvaartwereld, de technische wereld, zijn wij heel erg bekend. Verder zijn wij een bedrijf dat niet op de beurs is. Dus wij hoeven ook niet elk kwartaal op onze borst te kloppen met mooie verhalen en mooie cijfers. Bij ons stelt de langere termijn en de mensen die het moeten weten, weten het. Binnen de olie- en gasindustrie is Heerema een pionier en visionair. Bij het bedrijf werken anno nu duizenden mensen. Het absolute vlaggenschip is de Tialf, het grootste kraanschip ter wereld. Het bedrijf is klein begonnen in een jaar of 65 geleden in Zuid-Amerika. Met hele kleine platformpjes op het meer van Maracaibo. Dat is een heel ondiepe lagune eigenlijk. Heel kleinschalig en is in de jaren 60 naar Europa gekomen. Vlak voordat op de Noordzee het bekend werd dat er olie zat. En is groot geworden door de explosieve ontwikkeling van de Noordzee. Toen de Noordzee wat af ging nemen in belangrijkheid, zijn wij meer en meer in de rest van de wereld gaan werken. En op dit ogenblik werken we in West-Afrika, Australië, Japan, de Golf van Mexico, eigenlijk overal. En ook nog in de Noordzee. Op dit ogenblik bestaat Heerema uit twee divisies. Het ene bedrijf is Heerema Fabrication Group. Dat is een bedrijf dat in Nederland op twee locaties en in Engeland op één locatie, wij noemen dat werven, onderdelen van platforms bouwt. En dan moet je denken aan hele grote onderdelen tot zo'n 10.000 ton per stuk. De tweede divisie is Heerema Marine Contractors. En dat is de divisie die drie grote kraanschepen beheert. Dus een vierde kraan pijplegschip in aanbouw. En wij installeren platforms zoals je daar ziet. Dat hebben we net geïnstalleerd een paar weken geleden. Verder leggen wij pijpleidingen en allerlei onderzeese equipment aan voor de oliemaatschappijen, voor de klanten. Op de werf van Heerema Fabrication Group in Zwijndrecht wordt gewerkt aan het Valhall productieplatform. Opdrachtgever is BP Noorwegen. Het productieplatform is met een totaalgewicht van 11.000 ton, een lengte van 100 meter, een breedte van 47 meter en een hoogte van maar liefst 50 meter het grootste platform dat ooit als één geheel in Europa indoor gebouwd is. Op het Valhall platform worden tevens 180 slaapunits voor personeel geïntegreerd. Het platform wordt geïnstalleerd voor de Noorse kust, ter vervanging van twee 25 jaar oude platforms. Als je hier binnenkomt, als je hier naar boven klimt en je beseft dat dit maar één vloer van vele vloeren is, dat dit gedeelte waar wij staan weer op een ander deel gezet wordt en dat er straks
10.000, 11.000 ton op de bak staat wat naar buiten vervoerd wordt. 11.000 ton, dat is onvoorstelbaar groot. En na al die jaren dat ik hier binnenloop of dat ik aan boord klim, het blijft altijd groot. In de piekperiode werken er 1200 mensen per dag gelijktijdig aan het Valhalproject. In totaal zullen er in de fabrikage 2,5 miljoen manuren gaan zitten. Voor onze organisatie bijna het maximaal. Past nog net in de hal, eigenlijk net niet. De laatste fase moeten we afbouwen in Schiedam straks. Dus het grootste wat we kunnen bouwen en een hele grote uitdaging voor onze organisatie. Voor allerlei disciplines liggen er binnen het bedrijf enorme uitdagingen. Zo ook voor Richard Rokers. Nou, dit is het lijf van een balk. Nou, dit is gewoon een hoeklas. En dit zijn de flenzen. En hier zit een kaarnaald aan. Dat noemen ze een kaarnaald. En die doen wij eerst van boven lassen, zeg maar. En dan doen wij aan de onderkant doen wij hem tegengutsen. Bij Herema Fabrication Group zijn binnen allerlei disciplines de allerbeste vakmensen aan het werk. Van lassers tot universitair geschoolde. Bij het Valhalproject gaat het erom dat alle processen perfect op elkaar zijn afgestemd. De datum waarop het proces moet worden opgeleverd staat vast. Je ziet de druk op mensen en op de organisatie gigantisch. Het is voor ons een gigantisch project. Maar de lol en het teamwerk, daar zit eigenlijk de uitdaging in om met z'n allen als team zo'n project weer voor elkaar te krijgen. Met alle verschillende achtergronden, van elektriciëns tot schilders tot bouwvakkers, alles komen we tegen. Verschillende nationaliteiten, Polen, Portugezen, Engels, Nederlands, Duits. Om met zo'n gemêleerd gezelschap toch weer zoiets voor elkaar te krijgen als één gezamenlijk doel. We werken eigenlijk in twee grote shiften. En met name de nachten wordt gebruikt om activiteiten te doen waar we niet zoveel mensen bij kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld met runsje foto's maken van lassen die gemaakt zijn. Druktesten met hoge druk. Allemaal activiteiten waar geen mensen bij zouden moeten zijn. Die worden in de nachten gedaan. Dus wij werken 7 dagen in de week, 24 uur door. Maar eigenlijk in twee grote shiften. Herema Fabrication Group heeft een afdeling die volledig is ingericht voor de bewerking en afwerking van leidingwerk. Ja, daar zijn ze nu ook een stuk aan het afkorten en een lasnaad aan het bewerken. En hier worden de pijpstukken gebrand en de kleine diameters worden hier ook gezaagd. Specialistisch werk, dat is duidelijk. Het moet kloppen tot op de millimeter. Hier gaat straks dadelijk het product van ze boven halen, dus de olie doorheen, naar beneden en dat een lange pijplijn verder naar het land. En wij noemen dit de reizen. Het leidingwerk wordt van een speciale offshore bestendige coating voorzien. Wim, komt hier nog een laag overheen of is het zo klaar? Wat zegt u? Of ze klaar zijn? Die zijn nu klaar, ja. Die gaan kan er zo naar buiten toe. De constructie wordt blootgesteld aan extreme omstandigheden. Dus goed is niet goed genoeg voor Herema. Het fabrikageproces van het Valhaldek neemt 2,5 jaar in beslag. Naast het staal wordt er 37 kilometer aan leidingwerk en 7 kilometer aan tubing in het platform verwerkt. Na oplevering gaat het platform 150.000 vaten olie en 5 miljoen kubieke meter gas per dag produceren. Dit platform moet uiteindelijk geschikt zijn voor een levensduur van 40 jaar. Daarom is er ook gekozen voor hoogwaardige materialen. Op dit platform zien we dus ook heel veel titanium en roestvrij staal. Waar we traditioneel eigenlijk normaal gesproken heel veel koolstofstaal tegenkomen. Veiligheid bij Herema is essentieel. Er wordt gewerkt volgens de strengste regels en procedures. Het bouwproces ontwikkelt zich continu en blijft altijd een uitdaging. Ja, we zijn aan het bouwen, terwijl ze ook nog steeds aan het ontwerpen zijn. Dus tijdens de bouw krijgen we uitdagingen voor onze kiezen. En één daarvan is dat we nog niet precies weten hoe zwaar het gaat worden. Dat verstoort natuurlijk het productieproces wat hier nu gaande is. De grote uitdaging die er blijft is dat de einddatum die blijft maar staan. Die is vast. De beschikbaarheid van kraanschepen om dit soort platforms te installeren, die is heel beperkt. Elk platform, elk project is een one-off. Alles is elke keer weer nieuw. Alles is weer anders. Elke klant wil het anders hebben. En binnen
binnen eenzelfde oliemaatschappij is elk veld is weer anders. De karakteristiek is anders, de grootte is anders, de waterdiepte is anders. Dus het is elke keer nieuwe problemen oplossen. Onderweg trek je af en toe de haren uit je hoofd, hoe je het moet doen. De klant heeft eisen, de klant heeft een tijdschema, et cetera, et cetera. En dan is het fantastisch als het ding klaar is, naar buiten wordt gerold, op de bak en weg wordt gesleept. Dat is een heel mooi moment. Eindelijk is het dan zover. Het Valhaldek kan de fabrikagehal in Zwijndrecht verlaten. Een groot zegelgaand ponton ligt voor de kade. En daar wordt het langzaam stapje voor stapje opgereden. Lassen we het vast aan het ponton. En op zee zal het door een kraanschip geïnstalleerd worden. Als één lift. Om het immense gevaarte de bak op te rijden zijn er maar liefst 70 multi-wheel trailers nodig. Met in totaal 1672 wielen. Eenmaal op het ponton geplaatst kan het platformdek de eerste etappe van zijn reis naar Noorwegen beginnen. Oh jee, een hindernis, de Botlekbrug. De brug zal heel krap worden, dat wordt een krappe operatie. Dus een halve meter speling en met zo'n apparaat en zo'n hoogte, 50 meter, dan gaat je hart wel even sneller kloppen. Goed gecalculeerd. Dit huzarenstukje van Hollands glorie kan onderweg naar zijn uiteindelijke bestemming. Trots krijg je als je iets aflevert waar je een binding mee hebt. En ik denk dat bij Herema mensen als ze naar huis gaan of als ze klaar zijn met een stuk werk, dat ze aan kunnen wijzen, dat ze het kunnen vertellen, dat ze op het werk, thuis, waar dan ook kunnen duidelijk maken wat hun bijdrage is geweest. En als je dan ook nog bij kan dragen aan dit soort grote, stoere dingen, dat spreekt toch meer aan dan andere industrieën. De schepen van Herema Marine Contractors bevaren de zeven zeeën. Eén van de schepen is de Tialf, het grootste kraanschip ter wereld. Vanaf de Herema Fabrication Werf in Vlissingen vertrekt een transportponton met funderingspalen en een draagconstructie op weg naar Angola. Het is 18 dagen varen. Herema Marine Contractors heeft de opdracht het Tombua Landana platform te installeren 80 kilometer uit de kust. Het platform wordt één van de grootste boor- en productieunits in de wereld. So in total, from the foundation tip of the foundation pile to the top of the platform, it's about 600 meters. So about two times the size of the Eiffel Tower. De crew van Herema Marine Contractors staat dus voor een enorme uitdaging. Er zijn componenten gebouwd in de Golf van Mexico. Er zijn componenten gebouwd in Zuid-Korea. Er zijn componenten gebouwd in Nederland en er zijn componenten gebouwd in Angola. Dus logistiek was dat een behoorlijke uitdaging. Alles moest op een bepaalde tijd aankomen. Op een gegeven moment komen je schepen, je kraanschepen komen aan in Angola. En dan moeten de componenten op afroep aankomen en volgens een bepaalde volgorde van installatie. En de grootte van het project, de grootte van alle items die wij dus moesten installeren. Is ook een enorme uitdaging qua afmetingen en qua gewichten. Voor het vervoer van de onderdelen uit Zuid-Korea wordt gebruik gemaakt van zwaar transportschepen van de Nederlandse bedrijven Dockwise en Fairstar, de Black Marlin en de Fjord. Elke keer als ik naar een van de schepen toe kom, is dat een heel bijzonder gevoel. Toen wij vanochtend met de helikopter aankwamen vliegen op een afstand van een 30, 40 kilometer, begin je het schip al te zien liggen. En dan vlieg je nog een kwartier er naartoe en het wordt alsmaar groter en groter en groter. En dat is dat blijft indrukwekkend. Na 30 jaar is het nog steeds heel erg indrukwekkend.
Herema Kraanschip De Hermot is in Angola belast met de eerste fase van het project en start met de voorbereidingen voor het plaatsen van de fundering en de draagconstructie. Zijn er eigenlijk veel van dit soort schepen? Natuurlijk hebben we concurrentie, maar wij zijn heel erg gespecialiseerd op ons stuk werk, op ons soort werk. Daarin zijn wij de grootste ter wereld. Wij hebben 3 van dit soort kraanschepen. De eerstvolgende concurrent heeft er 1. Dus wij kunnen op meerdere plekken in de wereld zijn waar onze concurrent maar op 1 plek kan zijn. Dit soort schepen vaart erg langzaam. Dus van hier naar Australië, dat is een enorme onderneming. Wij kunnen dat doen omdat we zo'n schip daar dan wat langer in zo'n gebied houden. Dat geeft een sterke concurrentiepositie. De Tiof is een enorm schip. Als je de Tiof zou kijken qua afmetingen en de kranen zijn maximaal opgeboomd, dan komen we dus van onderkant schip tot het topje van de kraan op 197 meter. Nou, dat is dus 20 meter groter dan de Euromast, dan heb je een vergelijk. Als je gaat kijken naar wat we kunnen tillen, we kunnen per kraan 7000 of 7100 ton tillen. Vaak tijdens klussen zie je niet zo hoe groot die boot is, omdat alles in verhouding is. Het schip is groot, maar bijvoorbeeld een heipaal is ook groot, omdat wij dat aankunnen. Op locatie in Angola is de Hermot bezig met het laten afzinken van de draagconstructie van de Tombua Landana. Op een diepte van 370 meter moet het onderstel geplaatst worden met een maximale afwijking van slechts 3 mm. Just a touch more to the right, Emilio. A touch more to the right, Cortina Blocca. You have to lower the starboard side a little bit, no? Yeah, that's correct. De Tiof is een zogeheten semi-submersible vessel. Voor transit, dus als we ons verplaatsen moeten, dan wil je natuurlijk zo weinig mogelijk diepgang hebben om zo snel mogelijk van A naar B te komen. Onze minimale diepgang, dat is zo'n 11 tot 12 meter, afhankelijk van wat we aan materieel aan boord hebben. En tijdens het hijsen van zware pakketten, ja, dan moet je zoveel mogelijk stabiliteit hebben, zoveel mogelijk gewicht wil je in het schip hebben. En dan zakken we meestal naar een 26 meter diepgang. Dat is onze normale operationele diepgang. Het precisiewerk in Angola gaat door. De 190 meter lange palen worden met geavanceerde onderwaterheihamers de zeebodem ingedreven. Ja, het mooie van mijn werk is dat je kan werken met dit equipment. En in wezen is het een jongensdroom dat je dus met kranen, kijk, vroeger speelde je met kleine kraantjes en nu mag je met hele grote kranen, de grootste kranen ter wereld, ja, mag je werken. En dat is voor mij wel een hele fijne bijkomstigheid dat ik dus mijn hobby mag uitvoeren. De Tower Bottom Section is aangevoerd vanuit de Golf van Mexico. Dit gedeelte komt direct bovenop de draagconstructie te staan. De constructie is in 2 jaar gebouwd en wordt nu in een paar minuten onder toeziend oog van de inmiddels gearriveerde Tiof gelanceerd. Het is heel specialistisch werk. Er zijn ook niet zo heel veel plaatsen of bedrijven waar je dat kan leren. Op een universiteit kan je gedeeltelijk het leren. Maar de werkelijke know-how, dat krijg je door het te doen. Door het hier te doen, door het met elkaar te doen en door het van de een op de ander over te dragen. En daarom is het zo'n voordeel voor ons dat mensen graag bij Herema werken en graag lang bij Herema werken. Waardoor wij de ervaring, de know-how echt binnenhouden en verder ontwikkelen. De Tower Top Section is de laatste component van de toren die het platform moet gaan dragen. Maar hoe komt en blijft de Tiof op exact de juiste positie? We hebben 2 verschillende mogelijkheden om het schip in positie te houden. Op ankers en we kunnen ook op dynamic positioning dit schip in positie houden. Dat zijn 6 thrusters, schroeven die onder het schip geplaatst zijn. En met computerbesturing kunnen wij dit schip op de 50 centimeter nauwkeurig in positie houden. De plaatsing van de Tower Top Section is geslaagd. De voorbereidingen voor het plaatsen van het platformdek kunnen beginnen. De Fjord met de componenten uit Zuid-Korea is gearriveerd.
de medewerkers zijn buitengewoon belangrijk. Want je kunt wel schepen hebben die van alles kunnen, maar als die niet op de juiste manier bediend worden, als dat niet op de juiste manier berekend en ontworpen wordt, dan ben je nergens. Om een voorbeeld te noemen, dit specifieke schip hebben wij niet zelf gebouwd. Dat hebben we gekocht van een concurrent. Dus dat schip was er. De concurrent heeft er nooit zinnig werk mee gedaan. Die kregen hem niet aan de praat. En dat konden onze mensen wel. En dat geeft het belang van de human input weer. Onze mensen hebben enorm veel ervaring. Wij hebben mensen over het algemeen heel erg lang in dienst. Met een schat aan ervaring. Waar sommige van onze concurrenten mensen bijna per job inhuren. Dat doen wij niet. Wij kijken daar op langere termijn naar. De T-11 bundelt zijn krachten om het onderste gedeelte van het dek op te tillen en naar de uiteindelijke bestemming ruim 2 mijl verderop te brengen, de 370 meter hoge Compliant Toren. Het gewicht valt eigenlijk best mee, slechts 6300 ton. Oftewel 6300 middenklasse auto's hangen hier aan de 2 kranen. Dankzij de dynamic positioning komt het platform exact boven de toren te hangen. Communicatie tussen de mensen op de T-11 en de collega's op de toren is essentieel om dit deel van de operatie te laten slagen. De eerste modules van het platform zijn succesvol geplaatst. Bij het krieken van de dag maakt de T-11 zich gereed om de andere 2 zware modules te plaatsen. De Herema crew vordert gestaag met zijn werkzaamheden en na een voorbereidings- en uitvoeringsperiode van 2 jaar is de voltooiing van het Tombua Landana platform bijna een feit. Een indrukwekkende installatie van een van de grootste platforms ter wereld door een bedrijf dat tot de mooiste parels van de Nederlandse economie behoort, is succesvol afgerond. Ja, helaas is de maakindustrie in Nederland langzamerhand weggedrukt geworden. En dit is een van de overblijfselen daarvan. Toch wordt er in Nederland nog steeds veel meer gemaakt dan men denkt. De maakindustrie is ook heel erg belangrijk. De maakindustrie is voor een heel groot deel exportgericht. Wij exporteren eigenlijk alles wat wij hier maken, is export. Nederland focust zich zo graag op service-industrie en op consultancy en dat soort dingen. Maar als wij de maakindustrie weg laten glijden naar goedkope landen, dan is de kennis daarover is over 10, 20 jaar ook die kant op. En dan hebben wij niks meer te ontwerpen, niks meer raad te geven, niks meer consultancy. En dan is Nederland als industriële regio einde verhaal.